Ja, hebben jullie hem ook gezien daar bij Vandaag Insight over die Paul Reumer? Ja, dat is dan die zoon van die Piet Reumer die vroeger Baantje speelde. En die Reumer nu, die noemen ze dan Baantje Junior. Ik had hem graag zelf verzonnen, die bijnaam. Ja, en daar kan hij niet goed tegen. Dat maakt het des te leuker. Ja, en ik heb vroeger ook bij de Mol heb ik te maken gehad met die Reumer. Ja, en die zou en die moest, kan je voorstellen, die op de aftiteling van de regenjas komen. Ja, dus elke week kreeg ik wel een belletje of werd ik wel toegesproken over het feit dat hij niet op de aftiteling stond. En dat moest dan, weet ik veel, producent en helemaal op het eind moest zijn naam vrij groot komen te staan. En ik zei, nou, dat doe ik niet. Ik zei, want je hebt niks met het programma te maken. Je weet niet eens wat er in de uitzending zit. We zien je helemaal nooit. Dus hoezo? Kom je op de aftiteling? En dan al die mensen die daar de hele week mee bezig zijn. In de productie, in de camera en geluid en noem het allemaal maar op. Die komen erop, jij niet. En dat gaf me een hoop gezanik en een hoop gelazer. En uiteindelijk, ja, daar ben ik niet trots op, moest ik eraan toegeven. En kwam ook deze Baantje Junior op mijn aftiteling te staan. Nou, vrienden, en daar hebben ze dus met die figuur, hè, want kijk maar eens even, daar hebben ze dus mee te maken. Met zoveel vervelendigheid. Bij de VI. Ja, want die Reumer die is al vanaf het begin is die al bezig tegen die Derksen en alles. Ja, want ook tijdens die kaarsrel, ja, heeft hij hem helemaal niet gesteund. Liet hem gewoon vallen. Ging ook niet op zijn knieën vragen of hij weer terug wilde komen toen in die rel. En toen ze weer terugkwamen, toen zei hij, oh, dat is veel te voorbarig. En constant is het dus tussen die Derksen en Baantje Junior, is het dus dit. Ja. Het is heel leuk om te volgen, vrienden. En nu, ja, nu Johan die had gezegd van, nou ja, weet je, ik doe soms wel eens voorstellen over programma's. En die volgen ze soms dan op. Nou, dan ging eventjes Baantje Junior even vertellen dat dat niet zo was. En nee, ik bedoel, zij bij Talpa maakte zelf wel uit wat er in het schema kwam. En Derksen moest niet denken dat het de Derksen zender was. Nou, hup, boem. En hoppatee. En daar gingen we dus. Ja, en die Baantje Junior, die werd dus nationaal afgeserveerd op zijn eigen zender. Ja, nou dan heb je het wel voor elkaar hoor. Ja, dan heb je het goed gedaan. Dan kan je tevreden zijn over jezelf. Hè? Maar goed, vrienden, wat gaan we nu zien de komende tijd? En dat is dus interessant om te gaan volgen. Kijk, hij heeft de machtswedstrijd met Derksen, heeft Baantje Junior voorkomen verloren. De Johan heeft natuurlijk nu de macht, want hij heeft de kijkcijfers aan zijn kant. Ja, zo werkt dat in TV-land. Maar, o wee de dag, dat het een beetje minder zou gaan met Vandaag Insight. En hij ziet maar eventjes zijn kans schoon. Ja, dan slaat Baantje Junior keihard terug.